Hey! Nou, na die 4 maanden halen we ze uit de foyerre bij de ouders vandaan en beginnen we met de training. En de training van die hond komt ze. Hoe? Maar in ieder geval wisselen Brenda en ik van plaats. En die uilen die gaan ons aan zitten kijken. Die weten niet meer wie we zijn. Die weten niet meer wat de bedoeling is. En die blijven doodstil zitten wachten tot er al dat eens voorbij is. Ik zeg altijd, er is op de wereld één slimme aan. En dat is de uil die iedere avond de krant leest. Maar ja, die heb ik nog nooit zien vliegen. Jullie wel? En verder, de eerste die Max kan horen vliegen, die krijgt van mij straks wat te drinken en wat lekker. Maar je mag niet op. De uilen, die hoor je niet vliegen. Uilen hebben speciale veren, kamveren aan. Aan de uiteinde van de veren van een uil zit een hele kleine schuiken. Op ongeveer 4 kilometer afstand. Ja, het leukste wat Rafa al vindt op de wereld, is controleren of iedereen zijn voeten gewassen heeft. Dus wat gaan wij nou doen? Rafael en ik gaan zo meteen heel dicht langs jullie. En heb je nou je voeten gewassen, dan is het niks. Als die piest, maar piest die over zijn eigen poot. Dan ontstaat verdamping en zo komt het hele lichaam. Ik zeg altijd, het is misschien een tip voor die mensen die het zo heel warm hebben. Fantastisch, hè? Ja. En dan na 4 maanden is die uil gewassen. Hij vliegt geweldig. En dan na 1 jaar, dan is die uil seksueel warmer. Kom maar! En iedereen die in de buurt komt van die karten, die hoort met de heerlijke klauwen van Hedwig helemaal van links. En wat ik niet verteld heb, dat is in die klauwen, dat is een kracht van om en nabij 300 kilo. Weg, weg, een draaien. Die is altijd veilig. Het is hier echt volgens mij iets bijzonders gebeurd. Dat is wat we lief hebben. Ja, ik heb er hier voor. Ja? Ja. Ik heb net gehoord. Nou, Pila heeft dit nog nooit gedaan, maar ik ga het gewoon proberen. Ja! Ha, dan lopen. Ja, nou. Ik nog even staan. Anders gaat Vida, die gaat ons trainen. Huh? Proberen het nog één keer. Zo krijgt die wind ineens onder zijn vleugels. Vida! Nee, hij maakt een kortje van dit. Dan doe ik het gewoon anders. Als je de hand gaat, doe ik het gewoon een keertje naar de hand. Proberen dat gewoon woorden met vier erop. Ja, als het goed is. Ja! Blijf wachten. De pluimpjes op de kop van de oeh, het zijn dus niet zijn oren. Ook bij de oeh zitten de oren gewoon aan de zijkant van die oren. En die hebben al de dag niet. Nou, nee dus. Er zijn op de wereld meer uilen die gewoon over de dag en al die zijn over. Dat zijn het uilen. Ja! Die gewoon over de dag en er zijn er ook nog uilen, zoals Sam hier. Dan een kippelwapen. Ja, ja, ja. Ja, nee, dan heb ik straks ook. Ja. Maar in ieder geval, uilen met een oranje hand in de ogen. Die gaat in de schemering pakken. Maar per saldo zijn er dus meer uilen die gewoon overdag jagen en vliegen dan uilen die dat stappen. Maar goed, even kijken. Mevrouw. Een mevrouw. Ja, mevrouw, ik zou u zo geïnteresseerd kijken. Als u iets dergelijks wil hebben, moet u beter straks even stappen bij je nek. Deze pak. Ja, ik kan niet zeggen dat ze dan lekkerder zijn. Hallo! 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 Hallo
Nou, die uil die gaat helemaal niks meer doen. Dus we proberen Woody overal, onder alle omstandigheden, gewoon het vertrouwen te geven dat hij daar moet doen. Ik zeg het vertrouwen te geven, want dat is de enige reden waarom hij... De Europese oermoestreek is de grootste uilensoort. En die leeft in Nederland, in het wild, van oorsprong door heel Nederland. Maar door de DDT te rijden. Als je op YouTube duikt.